welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik een nieuwe foundation reviewen. Ik ga de Infallible Powder Foundation reviewen van L'Oreal. Fun fact, ik heb nog nooit een poeder foundation getest. Echt nog nooit. Het sprak me gewoon nooit aan, omdat ik een droge huid heb. Ja, en dan spreekt alles omtrent poeder je gewoon totaal niet aan, omdat je dan gewoon bang bent dat alles te droog en te mat wordt en zo. Aan de ene kant vind ik het wel jammer, want nou heb ik niet echt een referentiekader, omdat ik nog nooit een ander heb getest. Maar aan de andere kant heb ik ook weer gewoon iets van ja, als het goed is en mooi is, is het gewoon goed en mooi. En is het gewoon lelijk, dan is het gewoon lelijk. Dus ja, het is wat het is. Deze poeder foundation is echt helemaal overhyped. Vooral op TikTok. Jullie hebben mij ook allemaal eronder getagd. This is insane. Toen had ik hem gezocht online, alleen ik kon hem niet vinden. Hij was weer eens hier niet te koop. Dus toen had ik gewoon iets van, nou, hij is hier niet te koop. Dan houdt het gewoon op voor mij. En letterlijk één dag daarna zag ik bij Booty Shop dat ze deze verkochten. Dus ik heb hem gelijk besteld. En ik dacht, deze ga ik proberen. Dus daar was ik echt heel happy mee. Ik ga ook vandaag een full day wear test doen. Wat inhoudt dat ik hem de hele dag op ga laten. En dan aan het einde van de dag terugkom bij jullie. Om te kijken hoe het nog op mijn gezicht zit. Ik heb hem nog geen één keer gebruikt. Dus dit wordt echt een eerste indruk video. Dus ja, dat is wat we vandaag gaan doen. En vind je het nu al leuk, vergeet niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Ik heb dus afgelopen weekend helemaal een haarvideo gefilmd voor op mijn Instagram. En ik heb hem gewoon letterlijk net gewoon gedelete. Hij is gewoon weg. Dus ik heb het helemaal voor niks gedaan. Ik ben er echt een beetje chagrijnig over. Oh. Maar goed, het maakt niet uit. We gaan gewoon doen alsof dat net niet is gebeurd. En we gaan gewoon goed gehumeurd deze video in. Oké, dit is dus de L'Oreal Infallible 24 Hour Fresh Wear Foundation in a Powder. Ik vind hun hele Infallible lijn echt super super fijn. Ze hebben ook gewoon een vloeibare Infallible foundation en een concealer. En die vind ik allebei fijn. Dus ik heb hoge verwachtingen hiervoor. Vooral ook omdat die zo overhyped is. Maar goed, ik moet wel zeggen dat ik dus een normale te droge huid heb. En de meeste mensen die hier happy mee zijn, hebben een vettige huid. Dus ik ben heel benieuwd hoe het gaat zijn op mijn huid. Ik heb hem in de kleur 220 cent. En hij is er in 16 kleuren. En hij kost 20 euro. Wat ik dus al gelijk minder vind is de aantal kleuren. Je hebt niet heel veel kleuren, slechts 16. En hij is dus bij ons te koop bij Booty Shop. En die heeft zelfs maar 8 kleuren. Dus nog minder. Dus dat vind ik wel echt een beetje jammer. De kleur die ik heb is dus 220 cent. En die is voor een medium tot donkere huidskleur met een neutrale ondertoon. Ik was ook aan het twijfelen over de kleur 260 Golden Sun. Die is voor een medium tot donkere huidskleur met een warme gele ondertoon. Dus ik denk eigenlijk dat ik beter die had kunnen nemen, want deze is denk ik iets te neutraal voor mijn huidskleur. Iets te roze rood. Maar we gaan het gewoon proberen. We will see. Oké, laten we even gaan bekijken wat alle claims zijn. Er staat dat hij geschikt is voor alle huidtypen in poedervorm, volledige dekking, matte finish, egaliseert je huid, laat je huid ademen, blijft tot wel 24 uur lang mooi, waterproof, cruelty free en vegan. Dat zijn dus echt een heleboel claims. Ik had het gezien in de TikTok video's dat het echt helemaal zo mat en egaal aanbracht. Ik heb ook 2 YouTube video's erover gezien. Allebei die meiden waren ook gewoon er blij mee. Maar goed, niemand van al die meiden had een normale tot droge huid en ik wel. Dus ja, we gaan gewoon kijken wat ik ervan vind. Hopelijk is hij niet te droog. Ik heb gezien op Instagram dat een aantal mensen met een droge huid hem wel fijn vonden en een aantal ook niet. Dus ik heb echt geen idee. Eentje zei ja, andere zei nee. I don't know. Omdat dit dus een poeder is, moet je al je vloeibare producten eerst aanbrengen. Want als je die aanbrengt op een poeder, gaat het niet meer goed blenden en dan wordt het ook super dikkig, viezig en cakey. Dus dingen zoals primer en concealer moet je echt eronder aanbrengen. Voor mij is dat een beetje apart, want ik breng altijd mijn concealer aan op de foundation. Dus dit wordt de eerste keer dat ik het aanbreng onder een foundation. Ik ga beginnen met primer. Ik gebruik deze Essence High Hydrating primer, want ik wil echt een beetje dat mijn huid is gehydrateerd, want ja, ik ga dus in met een poeder, dus ik doe er alles aan om het niet te droog te maken. De concealer die ik ga gebruiken is mijn Tarte Shape Tape. Deze heb ik in de kleur Light Medium Sand. En die ga ik gewoon overal aanbrengen waar ik altijd concealer aanbreng. Omdat ik dus nog nooit een poeder foundation had gebruikt, heb ik dus 2 YouTube video's gezien over deze foundation. Om even te bekijken hoe die meiden dit dus aanbrengen. En hun 2 hebben het allebei laten zien op deze manier. Dus dat ga ik dan ook gewoon doen.
Zo, en wat hun ook in die video's deden, is dat ze hun concealer ook afpoederden voordat ze dus ingingen met deze foundation. Dus ik gebruik even snel deze H&M poeder in de kleur Light. En ik breng het echt alleen maar aan waar concealer zit om het daar te zetten. Zo, gewoon echt alleen maar hier. Zo, en that's it. Dat zijn in principe alle cream producten die ik zou moeten aanbrengen. Dus we kunnen nou gelijk ingaan met deze. Oh, ik heb echt een beetje spijt volgens mij dat ik niet die andere kleur had gepakt. Golden Honey wilde ik. Dit is dan hoe de poeder eruit ziet van binnen. Ik ruik helemaal geen geur. In die video's zeiden allemaal dat het een hele heftige geur heeft, maar... ik ruik helemaal geen heftige geur. Hier onderin heb je ook een spiegeltje en deze spons, of hoe het ook heet. Normaal gebruik ik nooit de spons die erbij komt, maar dat ga ik nu wel doen. Want ik zag in die video's dat hun dat ook allemaal deden. Dus ik ga gewoon deze proberen. En ik ga de helft van mijn gezicht doen, want dan kunnen we goed het verschil zien. Oké, ik heb gewoon een beetje zo gepakt. Oeh, het is wel echt heel donker. Oké. Dit is zo apart. Echt niet mijn kleur. Ik had echt die andere kleur moeten doen. Het is helemaal niet geel genoeg. Oh my god. Het is echt neutraal inderdaad. Sarah, waarom heb je niet die andere kleur gepakt? Maakt niet uit, maakt niet uit. Ik breng het gewoon aan tot aan mijn nek. Kijk hoe rood het is. Kijk, hier is nou wel en hier niet. Het is echt absoluut niet mijn kleur. Ik vind het ook een beetje vlekkerig hoor. Ik weet niet hoor, maar het brengt helemaal niet smooth aan. Wat is dit? Ja, het is gewoon echt super vlekkerig. Je ziet hier gewoon allemaal vlekken. Hier ook. Hoezo vindt iedereen deze zo goed? Ik snap het niet. Ligt het misschien gewoon aan omdat mijn huid droog is of zo? Oké, nou, ik heb het nou dus hier aangebracht en hier niet. Let even gewoon niet op de kleur, want de kleur is gewoon echt niet mijn ondertoon. Maar ik vind het ook helemaal niet heel mooi of zo. Ik weet niet hoor. Ik weet niet waarom iedereen dit zo goed vond. Ik ga de andere kant gewoon aanbrengen met mijn Kabuki blush. Blush, brush, kwast. En dan even zien of het verschil maakt als ik gewoon een kwast gebruik. Ja, ik zie al gelijk. Dat maakt super veel verschil. Ja, je moet gewoon echt je normale kwast gebruiken jongens. Oké, jongens, dit is dan nou hoe het eruit ziet. Het lijkt heel smooth, vooral op beeld en zo. Want al mijn lichten hier maken alles heel smooth. Maar ik vind het niet zo mooi. Het bracht echt veel beter aan met deze kwast. Toen werd het niet zo vlekkerig. Maar het is te droog voor mij. Het is echt te droog voor mij. Ik denk echt gewoon dat het echt ideaal zou zijn. Misschien voor echt mensen met een vettige huid. Maar als je een droge huid hebt, als mij. En ik heb niet super droog. Ik heb een beetje normaal te droog. Dan denk ik niet dat dit het gaat zijn voor jou, ga ik heel eerlijk zeggen. Het heeft ook niet heel veel dekking. Het is echt een beetje een medium dekking. En het neigt zelfs een beetje naar een lichte dekking, vind ik. Het is wel echt super, super mat. Ik kan begrijpen hoe het voor iemand met een vettige huid heel goed zou zijn. Maar voor mij is het gewoon echt te droog. Nee, ik vind het echt niet zo mooi, ga ik eerlijk bekennen. Hoezo vindt iedereen het goed? Ben ik de enige die het niet zo mooi vindt? Ik vind het ook niet heel egaal op mijn huid of zo. Dit is niet zo goed als gewoon een liquid foundation. Ik vind het echt... ja, maar ja, nogmaals, het kan dus echt liggen aan mijn droge huid. Ik ga even mijn gezicht verder afmaken. Gewoon hoe ik het normaal altijd allemaal doe. Bronzen, blush en zo. En ook even mijn oogmake-up hieronder. En dan gaan we zo weer verder. Ben ik weer helemaal opgemaakt. Wat heb ik op mijn lippen? Morphe Sweet Tea Lip Pencil, like always. En deze nude lipstick van New Standard in de kleur Freckles. Dat is echt een hele mooie nude kleur, dus I love it. De make-up ging er gewoon echt helemaal prima op. Ik heb ook 2 fixing sprays gesprayed en dat heeft ook echt heel veel nut gehad. Mijn gezicht is nou niet meer zo droog.
Dus dit is nou basically hoe het eruit ziet. Het heeft alleen niet echt heel veel dekking, dat moet ik wel zeggen. Ik zie al mijn moedervlekken echt nog heel erg goed. En het is niet egaal en smooth genoeg als dat ik normaal zou willen. Dus ja, het is echt een everyday poeder. Echt voor alledaags als je niet al te veel dekking wilt en zo. Alleen ja, ik sta er nog steeds achter mijn mening van net. Ik denk gewoon echt dat het voor mensen met een droge huid gewoon iets te droog is. Het wow factor was ook echt op een vettig huid. Je zag die meid zo aanbrengen en dan was het zo van, oh wow, het werd helemaal zo smooth en mat helemaal zo. Dus het wow factor zit hem echt in het feit dat hij een vettige huid heel mat maakt. En ja, dat heb ik dus al niet. Dus dat is wat ik nou een beetje mis. Dus ja, ik denk echt dat voor mensen met geen vettige huid niet echt een succes gaat zijn. Nou jongens, dit was het dan gewoon voor nu. Helaas ben ik dus niet zo impressed als al die mensen op TikTok en online en zo. Maar goed, we gaan het gewoon de hele dag oplaten en kijken hoe het ervan af gaat brengen. Het is nou 6 minuten over 11 in de ochtend. Dus we hebben nog echt een volle dag om deze foundation te gaan testen. Ik ga ook vandaag de hele middag foto's maken voor Instagram en zo buiten. Dus ja, we gaan gewoon kijken hoe het volhoudt op mijn gezicht. Ik hoop gewoon niet dat het heel snel helemaal gaat afbreken en zo. Want dat is wat er vaak gebeurt als iets te droog is. Ik ga mijn gezicht ook laten zien in gewoon normaal daglicht. Dan zie je alles een beetje beter. Want al mijn belichting hier en zo maakt mijn huid iets smoother dan ja, hoe het is in het echt. Dus ja, voor nu is het gewoon wat het is. Ik ben niet echt heel erg enthousiast. Oké, mensen, het is nou 5 uur, dus we zijn een aantal uur verder. Ik dacht, ik doe even alvast nog een check-in. En dit is dan nou hoe mijn gezicht eruit ziet. Het zit er eigenlijk nog gewoon prima op. Het is er niet afgegaan of rare dingetjes of zo. Wat ik wel zie is dat het matte effect echt weg aan het gaan is. Ik begin te zien dat mijn gezicht gewoon een beetje begint te glimmen en zo. Dus dat wel. Het blijft niet echt heel lang mat. Wat wel een voordeel is aan een poeder foundation is dat je gewoon makkelijk kunt bijwerken. Dus als je hem gewoon meeneemt, pet je gewoon zo een beetje bij op de vettige plekken. En dan is het weer mat. Dus dat is wel een groot voordeel. Maar voor de rest is het gewoon nog helemaal als net. Er is niks raars aan de hand. Het is gewoon nog steeds, ja, hoe het er gewoon net uitzag in principe. Dus daar ben ik wel blij mee. Oké, mensen, het is nou 1 uur 's nachts. Dus ik heb mijn make-up echt al 14 uur op. Zoals je hier kunt zien, zie je dat de foundation er over het algemeen best wel veel af is van mijn gezicht. Dus het is absoluut niet een foundation die 24 uur lang goed blijft zitten. Op zich heeft hij het wel lang volgehouden. Maar zoals ik al net zei, het matte effect gaat wel echt weg na een paar uur. Maar ik denk dat als je het gewoon bij zou houden door de dag heen, het echt wel mooi zal blijven de hele dag. Voor de rest, ja, mijn mening is onveranderd. Het is gewoon voor een droge huid te droog. Ik vind het ook niet egaal genoeg. En ik vind dat het niet genoeg dekking heeft. Dus ik zou hem echt alleen maar aanraden als je een vettige huid hebt en niet al te veel dekking hebt. Gewoon iets zoekt voor everyday en zo. Nou, dit was dan het einde van de video. Vond je het leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!